Check de bovenste link in de beschrijving voor mijn geheime YouTube-kanaal, waarop ik enge, spannende video's upload. En je kunt er dus ook alleen op abonneren als je geen bangerik bent. Ben je bang op dit moment? Dan blokkeert de abonneerknop gewoon. Probeer het maar, bovenste link in de beschrijving. En oh ja, like deze video voor 10 dagen extra geluk. Ik bedoel, het is kleine moeite en 10 dagen extra geluk. En negeer voor een nachtmerrie. Mijn naam is DutchTuber en er is iets heel vreemds gebeurd. Ik heb een telefoon gevonden, hij zit nu in de oplader. Dit is niet mijn telefoon. Ik heb hem letterlijk gewoon gevonden toen ik een wandelingetje aan het maken was. En hij ziet er nog best wel soort van oké uit. Hij wou alleen niet aan, dus ik dacht dat hij kapot was. En de reden dat ik hem heb meegenomen is omdat ik hoop om hem bij de juiste eigenaar te krijgen. Ik heb een juiste oplader voor de telefoon gekocht. En hij is aan. En nu zie ik dit. System failure. Oftewel, het systeem doet het niet meer. Wil je het systeem resetten? Ik ga gewoon op ja drukken, I guess. Oké, het systeem is zichzelf dus nu op dit moment aan het resetten. Ik kan de telefoon dus ook niet echt verder naar me toe halen dan dit. Want anders haal ik hem uit de oplader. En hij laadt super langzaam op. Ik ben een beetje bang, to be honest. Ik weet ook niet waarom ik hier een video van maak. Ik denk van, het is wel leuk om even te delen. Wat gebeurt er? Wat was dat? Oh my gosh, wacht even, wacht even. Ben ik de enige die dat zag? Wacht even, wacht even, wacht even. Laat me even het geluid aanzetten van deze telefoon als dat kan. Oh, wat is dit? We hebben een bericht gekregen van Siri. Welkom terug, Sarah. Deze telefoon ziet er beschadigd uit. En het ziet er nou uit dat jij Sarah niet bent. Hebben we elkaar eerder ontmoet? Ik ben Sarah niet, heb ik geantwoord. Zou je deze telefoon alsjeblieft willen teruggeven aan Sarah Young? Sarah Young. Oké, dus we weten nu van wie deze telefoon is. De vraag is alleen, hoe is deze dame genaamd Sarah haar telefoon überhaupt kwijtgeraakt? En waar is ze? Want ik heb deze telefoon letterlijk gewoon gevonden, gewoon in het bos. Ik heb gevraagd aan Siri, weet jij waar ze is? Gebaseerd op jouw reactie ga ik ervan uit dat ze niet bij jou is. Nope, heb ik geantwoord. Ze is niet bij mij. Het ziet eruit dat ze een laatste video heeft gemaakt op deze telefoon. Wil je de video voor me kijken om erachter te komen hoe ze zich daar voelde? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Oké, krijg ik nu een video? Oh, snap. Oké, wacht even. Ik begin een beetje kippenvel te krijgen, man. Oké, ik zet mijn microfoon iets dichterbij. Oprecht, ik heb geen idee wat voor video ik zojuist toegestuurd heb gekregen. Ik heb hem namelijk van Siri ontvangen, dus we drukken gewoon op play. Let's go. Wat? Wat? Wat gebeurt er? Wat zei ze nou? I hear footsteps. Siri typt en zegt, dit is letterlijk het enige wat ik op haar telefoon heb kunnen terugvinden. De rest is allemaal verwijderd of expres beschadigd. Waarom zou iemand expres files op een telefoon beschadigen? Hoe erg is de telefoon beschadigd, vraag ik aan Siri. Het ziet er naar uit dat 14,3% nog in orde is. Oh, snap. Dus letterlijk het merendeel van de telefoon is gewoon kadoek. Ik denk dat Sarah in de problemen zit, heb ik geantwoord. Want die video die we net zagen, dat zag er niet zo lovend uit. Ja, daar lijkt het wel op. Trouwens, aangenaam. Ik ben Siri. Je klinkt menselijk, heb ik geantwoord. Ja, zegt Siri. Dat wil ik ook. Wil je me helpen Sarah te vinden? Ja, ik moet wel. Ik ben de enige die deze telefoon in zijn handen. En het is niet mijn telefoon. Dit hier is mijn telefoon. Ik heb de verantwoordelijkheid aangenomen door deze telefoon mee te nemen. Dus ik moet het ook fixen nu. Ik denk dat ik wat data kan terughalen via de telefoon. Wil je dat ik ze nu voor je terughaal? Ja, waarom niet? Misschien dat we dan clues kunnen vinden, toch? Waar Sarah uithangt. Siri probeert op dit moment verwijderde en of beschadigde data terug te brengen naar de telefoon. En op basis daarvan... Hier, kijk, dat bedoel ik. De berichten zijn alweer teruggekeerd. De mail is op dit moment alweer teruggekeerd. We hebben hier de galerij, waar misschien foto's en video's in staan. Normaal gesproken zou ik nooit zomaar in iemands telefoon willen kijken, you know. Maar op dit moment hebben we een missie, oké? We moeten erachter zien te komen waar Sarah is en waarom die video, die als enige video nog op haar telefoon stond, zo eng was. Want ze zei letterlijk, angstig en half huilend, ik hoor voetstappen. Oké, wat zullen we als eerste doen? Laten we anders eerst even naar haar telefoon gaan. En laten we kijken met wie ze voor het laatst heeft gebeld. Met Derek, met haar moeder, met James. Ze heeft kapot. Pot veel contacten, dat is niet normaal. En hier kunnen we dus gewoon letterlijk gewoon bellen. En dit is zo creepy. Ja, ik ben een pionist, dat kan ik zeggen. Oké, weet je wat we doen? We gaan even naar haar berichten. Oké, laten we Faith even checken. Hey, wat ga je dit weekend doen? Oh, ik zit vol met werk, antwoordt Sarah. Hoezo? Ik heb hulp nodig, zegt Faith. Faith is dus een vriendin van Sarah. Sarah is de eigenaar van deze telefoon die ik heb gevonden. Je hebt altijd hulp nodig, zegt Sarah. Wat nu weer? Hey, niet zo gemeen, antwoordt Faith. Ik wil naar dit leuke vergaderingetje. Je bedoelt feestje. Hehe, ja, zegt Faith. Ik heb er niet zoveel zin in, antwoordt Sarah. Maar geloof me, dit is een soort van jouw ding, zegt Faith. Wat bedoel je daarmee? Het gaat om Walpurgisnacht. Oh, dat klinkt eng. Bijna alle Duitse dingen klinken eng, dus dit klinkt eng. Is dat niet een soort van heksenfeest? Hoezo is dat mijn ding? Ik weet dat je geïnteresseerd bent in supernatuurlijke dingen, in geesten, et cetera. Oké, dus eigenlijk wat we hieruit kunnen opmaken, is dat Sarah is uitgenodigd door haar vriendin Faith om deel te nemen aan een heksenfeest. Dat is echt best wel eng, maar misschien moeten we even het gesprek tussen haar en de moeder lezen. Hey mam, ik wil gewoon even iets tegen je zeggen. Derek en ik hebben besloten om het uit te maken met elkaar. Het werkte niet, maar het gaat verder goed met mij. Oh, wat vervelend om te horen, Sarah, zegt haar moeder. Maar ik wist eigenlijk altijd al dat Derek niet echt goed
bij je paste. Misschien is het het beste dat het is uitgegaan voordat het te serieus werd. Wanneer heb je je vlucht terug? Ja, dat is het nou juist. Niet in paniek raken, mam. Maar ik heb besloten om te blijven. Sarah, ik snap het niet. Je komt net uit deze relatie. Je bent in het buitenland. Waarom zou je daar willen blijven? Ik heb wat tijd voor mezelf nodig, mam. Thuis zijn is op dit moment iets wat ik niet wil. Hoe bedoel je wilt niet thuis zijn? Stap het vliegtuig op en kom terug. Oké, ik ga dit niet helemaal lezen, want het is een mega lang gesprek. Maar wat we dus nu weten zijn twee dingen. Sarah is door haar vriendin uitgenodigd om deel te nemen aan een heksenfeestje. En twee, het is uitgegaan met haar vriendje Derek. En haar moeder wil dat ze naar huis komt. Maar Sarah wil in haar eentje in het buitenland blijven. Het is best wel een soort van vreemd. Oké, oh, dit is Derek. Hey, ben je daar? Wat wil je, zegt Sarah. Niks, gewoon, ik zit op het vliegtuig. Zo van, dat boeit mij, zegt Sarah. Oké, dus hier hebben we gewoon een typische relatiestruggle. We gaan dat natuurlijk niet helemaal lezen. Het enige wat ik echt interessant vond, dat is dat Walpurgisnacht, waar ze dus tot uit is genodigd. Misschien weet Siri er iets over. Is het Duits, vraag ik? Ja, zegt Siri. Je bent goed geïnformeerd. Ik heb hier ooit eerder van gehoord, zeg ik. Dat is nou eens echt zo, ik ken het woord. Het is een nacht op 30 april, in het Nederlands en in het Duits. Het heeft te maken met heksen. Het is een heksenbijeenkomst. Waarom zou Sarah zich hiermee bemoeien, vragen wij. Gebaseerd op haar sms'jes ziet het er naar uit dat Faith, dat is dus de vriendin van Sarah, zich hiermee bezighoudt, met hekserij. Oké, waar kan ik mee helpen, heb ik aan Siri gevraagd. Alles wat er opvallend uitziet, dat hou je ingedrukt en dan kom ik kijken wat het kan betekenen. Oké, sounds good. Wacht, we kunnen natuurlijk ook haar galerij checken. Is dat misschien interessant? Laten we dat doen. Let's go. We gaan. Wow, wacht even, man. Helaas is deze app gestopt met werken. Contacteer de ontwikkelaar voor meer informatie. Nee, maar wacht even, man. Hey! Ik wil die coole Instagram-selfies zien. Nee, dat is een grapje. Maar ik denk wel dat juist in haar fotoalbum clues kunnen staan van waarom Sarah is verdwenen en waarom ik haar telefoon in mijn handen heb. Alleen, ja, helaas. Als we er naartoe willen, dan gebeurt dit. Oké, wacht. We kunnen ook haar muziekplaylist checken. Yeah! Oh! Het is je boy DT, ik neem spaghetti mee, ook naar de wc, via take away, dit is nu take 2, en week 2. Misschien moet ik niet rappen wanneer iemand vermist is en ik degene zijn telefoon heb, is niet verantwoordelijk. Oké, we gaan weer even een beetje tussen de berichtjes kijken, we hebben hier James. Wil je koffie drinken, zegt James, om 6 uur. Ja, natuurlijk, maar laten we er 6:30 van maken, antwoordt Sarah. 6:30 is prima. Oké, dat is niet echt een interessant gesprek. En Jill? Ugh, hij is zo irritant, zegt Sarah. Ik ben zo klaar met hem. Ah, vergeet hem, Sarah, zegt Jill. Je bent in je eentje nu. Het leven heeft ups en downs. Laten we wat geks doen. Ik bedoel, je doet het zelf toch al. Ja, eindeloze onderzoek naar geesten. Ik weet het niet. We hebben hier Aija. Ik ga dit gesprek niet helemaal lezen, maar ik zie wel dat Aija, een vriendin van Sarah, heel veel berichtjes heeft achtergelaten, verspreid over meerdere tijden, maar Sarah reageert niet meer. Dus misschien zijn deze berichtjes al vanaf het moment dat Sarah haar telefoon is kwijtgeraakt. Hey, waar ben je? Vraagt Aija. Waarom antwoord je niet? Ik heb je vorige avond gebericht. Ik heb gehoord dat je gisteravond met Faith ergens naartoe bent gegaan. Dus ze is naar die heksenbijeenkomst gegaan. Wacht, misschien kunnen we dit ingedrukt houden en kan Siri ons hier meer over vertellen. Ja, Sarah haar gedragingen zijn ongewoon. Hoezo? Vraag ik aan Siri. Dat maak ik op uit de keuzes die ze maakt in haar dagelijks leven. Misschien heeft het te maken met haar net uitgegaande relatie. Dat zou kunnen. Wacht even, we gaan even naar Siri toe, jongens, om even te checken wat hij ons vertelt. Ik denk dat we meer clues kunnen vinden als we door haar foto's kijken. Ik geloof dat de galerij corrupt is, dat klopt, daarom konden we hem niet openen. Zou je willen dat ik hem probeer te helen, dat ik hem probeer terug te halen? Ik antwoord, ik kan bijna niet geloven dat ik het zeg, maar ja, want ik vind het niet echt chill om door iemand zijn foto's te scrollen, maar we hebben niet echt een keuze, I guess. Het ziet eruit dat Sarah de galerij op slot heeft gezet met een wachtwoord. De enige hint die ik je kan geven is haar verjaardag. Siri, we hebben hier geen tijd voor. Sorry, maar ik kan geen persoonlijke data aan je verstrekken. Je moet er echt zelf achter komen, antwoordt Siri. Oké, dus we kunnen gokken. We kunnen gewoon een gokje wagen. We hebben 4 getallen nodig. 1, 2, 3, 4. Let's go. Nee, wrong password. We hebben dus een wachtwoord nodig. Wacht, misschien. Ik weet toevallig dat bij veel telefoons het zo is dat je de verjaardag van mensen kunt zien wanneer je naar het contact toe gaat. En zij staat wel in haar telefoon. Ze heeft zichzelf als contact in haar telefoon. Kijk maar, Sarah Young. Ja, ja, hé! Hey! Oh my gosh, ik werd even overexcited, sorry. Ze is op 14 februari jarig. Dat is 14.02. Dus als we nu terug gaan naar die galerij en we doen 14.02, werkt dat dan? Dat is lijp. Oké, we gaan de galerij openen. 5 video's en 64 foto's. Het voelt een beetje slecht. Oh, wacht. Iris die zegt wat. Siri zegt wat. Zeg maar, ze heet Iris in deze telefoon, maar ik moet dus Siri voorstellen. Oké, wacht. We gaan er even naartoe snel. Er is een rare foto in de galerij. Zou je het wat nader willen bekijken? Oké, voor alle duidelijkheid. Ik heb deze telefoon gevonden. En ik zie het als mijn missie om dit meisje genaamd Sarah te helpen. Om erachter te komen waar ze is. En om erachter te komen wat er met haar is gebeurd sinds ze naar dat heksenfeestje is gegaan met haar vriendin Faith. En op basis daarvan worden we dus nu aangeraden om in haar foto's te koekelen.
bloeren. En dat gaan we dus ook even doen. We hebben hier een foto dat ze met haar vrienden is. Hier ook een foto met haar vrienden. Oh, dit is de big flex. Dit is geloof ik die James, of niet soms. Hier hebben we een foto van haar tatoeage. Oké, weet je, ik wil hier niet te lang op doorgaan. Dit zijn gewoon allemaal leuke foto's, weet je wel. Hé, een PlayStation. Maar welke foto is in het specifiek raar dan? Hier is ze aan het werk. Hier hebben we... Oh my gosh, wat is dit? Hé, hey, luister maar, wat is dit? Oké, wacht, misschien moeten we Siri hier even wat nadere informatie over vragen. Het ziet er naar uit dat deze foto te maken heeft met een video en een bericht wat Sarah recent heeft verwijderd. Wil je dat ik probeer deze data terug te halen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ja, dit is een opmerkelijke foto, toch? We zien letterlijk een of andere enge dude met een masker onder een lantaarnpaal staan. Lijkt wel wiskunde. Ik heb succesvol de data terug weten te halen. Dus ik neem aan dat er nu een nieuw bericht is verschenen, toch? 28 berichten van James en 60 berichten van Faith zijn zojuist teruggehaald door Siri. Oké, laten we eerst die van James checken. Yo, yo, hoe gaat het? Ben je druk? In ieder geval, ik herinner me dat je me vertelt dat je een blog wou starten over geesten, et cetera. Ik heb misschien wat leuke informatie voor je daarover, zegt James. Hey James, antwoordt Sarah. Dit is dus vroeger geweest, hè? Ik hoop maar dat het goede info is. Soort van, er bestaat iets genaamd een rode kamer. Het is een enge kamer waar vreemde dingen gebeuren onder vreemde omstandigheden. Oké, zegt Sarah, vertel meer. Ik heb een filmpje, misschien is het interessant voor je blog. Oh, snap. Wacht even, man. Ik weet niet of ik dit wil afspelen. Oké, het kan zijn dat ik bepaalde dingen in deze video eruit knip. Simpelweg omdat ik deze video kijkbaar wil maken voor iedereen. Geen uitzonderingen. Ik heb waarschijnlijk in het begin van deze video wel verteld dat je het moet kijken op eigen risico. Want again, ik weet niet wat ik op deze telefoon ga aantreffen. Het is immers niet mijn telefoon. Maar we gaan dit filmpje afspelen. Let's go. Bob? Ja, wat is er? Haal een schone onderbroek. Oké, hoeveel? Doe maar 3. Onderweg. Wat gebeurt er met de telefoon? Wow, 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 wat gebeurt er? Siri is ineens rood en de telefoon is helemaal aan het trippen. Gaat het wel met je, vraag ik. Mijn controle. Ik verlies mijn controle, zegt Siri. Welke controle? Wat gebeurt er? Ik zeg, Siri, er gebeurt iets raars met je. Oh, ik kan letterlijk niet eens meer lezen wat ze probeert te zeggen. Er staat, ik heb een verwijderd bericht gevonden van ene Irizu. Oké, wacht, dus dat staat er nu tussen. Oké, er zijn 27 ongelezen berichten van Irizu. We weten niet wie het is, maar we openen het. Hallo, is dit Sarah? Heeft Irizu gestuurd? Ik heb je informatie van Faith gekregen. Dat is dus die vriendin van Sarah waarmee ze naar dat heksenfeestje is gegaan. Of wou gaan. Ik weet dus nu niet zeker of ze is gegaan. Ze vertelde me dat je ook wilt komen naar ons kleine feestje. Ja, klopt. Ik zou haar daar ontmoeten. Wat is er aan de hand? Sorry, zegt Irizu. Maar de receptie hier is heel erg slecht. En daarbij hebben we één regel. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. Ik zal je er rustig naartoe brengen, oké? Naartoe brengen, vraagt Sarah. Ja, schat. Het is lastig om te navigeren in het donker, in je eentje. Het hoort bij onze ervaring. Ik weet het niet, zegt Sarah. Kan ik even met Faith praten? Nee, dat mag niet. Het spijt me. Ja, wacht even, man. Oké, dus waarschijnlijk dit gesprek wat we hier lezen tussen die Irizu, wat een mysterieus iemand is, en Sarah heeft zich voorgedaan op het moment dat Sarah net was aangekomen op de locatie waar dat heksenfeestje zou zijn. En ineens is Faith daar nergens te bekennen. Dat is wel creepy, man. Oh, wacht, Faith. Oké, dus hier hebben we eigenlijk gewoon een gesprek waarbij Faith probeert om Sarah over te halen toch te komen. Ik wil dit eigenlijk niet lezen. Dit is privé, maar ik ben op een missie. Hé, waar ben je, zegt Sarah. Waarom ben je er niet? We hebben hier afgesproken. Ik probeer je al 15 minuten te bereiken. Faith, oh, dit is natuurlijk net op het moment dat Sarah is aangekomen op de locatie van dat heksenfeestje. En ineens kan ze Faith niet meer bereiken, al nu valt alles ineen. Waarom neem je niet op? Ik ga weg hoor. Oh, je bent altijd te laat. En vervolgens stuurt Faith dit. Wacht even, man. Oké, wacht. Oh my gosh. Mijn hart is gewoon dubstep op dit moment, hè. Er is gewoon een disco hier gaande. Oké, wacht. Nog één keer. Oh, 2 seconden. Oké, dit is een spraakmemo geweest van Faith. En ook gelijk het laatste wat Sarah van haar vriendin Faith heeft vernomen. Oh, luister. Ik denk dat ze beter niet naar dat heksenfeestje hadden kunnen gaan, man. Ik ga niet voor je liegen. Laten we anders gewoon weer naar haar galerij gaan. Oké, er zijn hier meerdere dingen. Er zijn 5 video's, 64 foto's, 2 spraakberichten en 2 downloads. Zullen we gewoon eerst die spraakberichten checken? Oh nee, dat zijn degenen die we net al hebben gezien. Dat was dat filmpje van James, die ik waarschijnlijk heb moeten blurren omdat het echt mega eng was. Waarna zeg maar die telefoon begon te trippen. En dat spraakbericht wat we net hebben geluisterd. En dan hebben we 64 foto's. Daar hebben we al doorheen gekeken, maar ook 5 video's. Oké, laten we gewoon de laatste video checken. Oké. Dus wat ze eigenlijk doet, is ze maakt hier een soort van eigen notitie voor haar onderzoek. Ze filmt zichzelf en ze vertelt waar spookverhalen meestal naar voren komen. Hè. Dus ze zegt van ja, spookverhalen komen meestal tot stand wanneer mensen om een kampvuur zitten en elkaar een beetje proberen bang te maken. Ze is gewoon een beetje aan het vertellen. Wat zat achter daar? Er beweegt achter haar. Hé, er beweegt iets achter haar. Ik zag die deken bewegen. Of niet? Of niet? Ik begin te twijfelen aan mezelf. Ja. Oh. Oh.
Kijk uit, achter je! Achter je! Dat is die Faith. Dat is natuurlijk die vriendin van haar. Maar dit is wel het laatste filmpje op haar telefoon, of niet? Of nee, er is hier ook nog een filmpje. Ja, ik heb die telefoon nog steeds in de oplader, want anders valt hij gelijk uit. Omdat hij dus best wel kapot is. Oeh, er is een mailtje binnengekomen. Ja, ik ga niet tussen haar e-mail zitten koekeloeren, joh, of wel? Hey, enge Sarah, misschien vind je dit interessant, zegt deze James. Oh ja, James was die vriend van haar. In de bijlage heb ik wat heksenplaatjes gezet. Oh ja, ik zie het. Ja, super interessant. We hebben hier ook nog een notitie-app met allemaal verschillende gedichten die Sarah heeft geschreven. Je hield van me, gisteren, maar niet vandaag. Nee, vandaag hou jij van jezelf. En ik hield van gisteren. Hey, die is wel goed, man. Maar ik ga er ook in schrijven. Kan dat, Ed? Ja, ik kan ook. Ik hou... Ja, is goed. Van... Oh, ja, wacht. Kaas. Wacht. Tosti. Zo, ik hou van kaas. Tosti. Ik vind dat best wel poëtisch. Ja, ook tussen haar foto's zit er niet meer zo gek veel interessants, man. Alleen dus deze foto, die echt mega creepy is. Waarbij iemand met een masker staat. Ik wil er niet eens langer naar kijken, to be honest. Oh my gosh. Wacht, James belt. Ja, maar ik kan toch niet... Ik ga toch niet opnemen? Ik ben Sarah niet. Straks wordt hij boos. Oké. Ga ik ook echt opnemen. Hallo? Sarah? Hallo? Where are you? Hey, my name is Dutch Tudor. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, I'm at the campsite, Sarah. Where are you? Wat zei hij nou? I am at the puntje. Ouwe, luister, ik weet niet, man. Ik word een beetje... Hey, wat, James heeft ons een bericht gestuurd. Ja, maar hij denkt dat ik Sarah ben. Hij zegt, hey Sarah, waarom praat je niet? Ik moet met je praten, ja. Oké, wacht, kan niet antwoorden. Oh. Luister, hè, ik weet niet wat hier binnen gebeurt, maar ik word helemaal lijp. Oké, we gaan nog één keer opnemen. I'm not Sarah. Are you there? Yes, but I'm not Sarah. Hello? Where are you? Do you hear that? Yes? Wat was dat? James die praat, hij zei het en ineens hoorde je op de achtergrond... Een soort van... Ja, dat was een slechte imitatie, I know. Maar heel slecht trouwens. Het is belangrijk. Waar ben je? Je bent al een dag weg. Ben je naar dat feestje gegaan? Zeg maar alsjeblieft dat je niet bent gegaan. Ik heb namelijk slecht nieuws. Ja, Sarah is wel gegaan. Maar ik ben Sarah niet. Heb ik geantwoord op James. Wat? Wie ben je dan? Ja, voor jou een vraag. Voor mij een... Ik ben de YouTuber. Ik ben een sukkel met een pet die filmpjes maakt. Gewoon iemand die probeert om Sarah te vinden, heb ik geantwoord. Ik denk dat ik je dan maar moet vertrouwen. Ik kom later bij je terug. Hier, check dit. Wat is dat? Oh nee, James. James. Always pulling up with a scary images, man. Oké, we hebben een 18 seconden filmpje. Ik ga hem afspelen, maar de kans dat ik het zeg maar uit deze video knip of zeg maar verblur, dus verwazig, is groot. Want het gaat waarschijnlijk terrifying zijn. Dus let's go. Play. As those who are trying to... Nee, ik wil weg. Ik wil stoppen, ik wil niet meer kijken. Heb ik al gezegd dat ik niet meer wil kijken? Oké, dus even kort samengevat. We zagen allemaal spookachtige gebeurtenissen op dit filmpje. Niet echt iets waar ik lekker op ga. Ja, wat wil je dat ik doe dan? Misschien moet ik stoppen met deze video en hier de volgende keer mee verder gaan. Ik weet niet of dat een verstandig idee is. Oké, weet je wat? Like deze video als ik de volgende keer moet verder gaan. En echt moet proberen om erachter te komen wat er met Sarah is gebeurd. Of ze op dat feestje is nog steeds. Waarom ik haar telefoon heb gevonden. Dit is haar telefoon, kijk zo. Zo, een beetje anders.